Vijf jaar werkte Frank Kraka aan zijn boek De grootste bankoverval aller tijden. Een gebeurtenis die plaatsvond in Almelo tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dinsdag werd het gepresenteerd in restaurant Ledeboer, toentertijd de Twentse Bank. Wat drijft jou eigenlijk om vijf jaar in zo'n boek te steken? Ik ben geboren in Almelo, getogen in Wierden. Ik heb een foto laten zien net van mijzelf als achtjarig jochie, dat ik hier voor het gebouw van de Twentse Bank sta. Dit is mijn omgeving, dit zijn mijn roots. En dit verhaal speelde zich af op het moment dat mijn vader hier woonde. Mijn vader was zelf 8 jaar oud toen die bankoverval plaatsvond. En hij heeft mij daar jarenlang over verteld. Hij was er trots op dat dat niet in Parijs, niet in Londen, niet in Tokio, maar in Almelo. Daar vond de grootste bankoverval aller tijden plaats. En daar mogen we met z'n allen trots op zijn. Nog voordat ik het boek heb gezien, ik heb het manuscript, daar heb ik kennis van mogen nemen. Maar moet ik je al namens ons allemaal bedanken voor een geweldig standaardwerk dat je hebt geleverd. Een fantastisch levenswerk zou je bijna kunnen noemen. Uit het boek dat ik al heb mogen lezen, krijg je ook een gevoel dat het een boek is dat openstaat voor een heel breed publiek. Mensen die de tijd zelf hebben meegemaakt. Er zijn ook gelukkig mensen in de zaal die nog met getuigen gesproken hebben. Er zijn zelfs nog getuigen van die bewuste dag zelf hier in de zaal. Maar ook mensen uit jongere generaties voor wie de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Duitse bezetting ver weg is. Een verleden dat we alleen maar kennen van de school en de lessen die we daar over hebben gehad. En je ziet dat als je teruggaat in het verleden, als dit de waarheid is, één rechte lijn, dan zie je dat vervolgens in de loop der tijd de verhalen steeds verder afwijken van die waarheid. En waar ik in geïnteresseerd was, wat ik wilde nagaan, was wat is nu het ware verhaal? Wat is nu vanaf de bron, de oorsprong in 1945, wat was toen het verhaal? Wat is er toen verteld? En door heel veel archiefonderzoek, ook doordat er archieven open gingen, eindelijk op 1 januari 2021, 75 jaar na dato, zijn er allerlei archieven geopend die geheim waren. Heb ik meer dan 70 scoops, 70 ontdekkingen die het hele verhaal in een ander daglicht stellen, heb ik boven water kunnen krijgen. Mensen die voorgevraagd, die durfden opstaan tegen een bezetter. We leven op het ogenblik in de tijd dat we hetzelfde krijgen. Dat er mensen komen die met grote verbazing komen en allerlei dingen rondroepen. Een groot gevaar. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn en tegelijkertijd zuinig moeten zijn op onze vrijheid. Complimenten ook van de burgemeester en van mevrouw Stolk van de Nederlandse Bank. Wat deed dat met u? Ja, kijk, als bescheiden tukker wat ik ben en hoop te blijven, en anders zorgt mevrouw daar wel voor, staan we met beide benen op de grond. Maar tegelijkertijd, als je die eer krijgt, ja, dan vervult je dat toch met gepaste trots. Terwijl ik eigenlijk een beetje dan een schuldgevoel heb, want de trots moet gaan naar die bankovervallers en naar die mensen die niet terug zijn gekeerd. Die moeten alle eer krijgen. Maar ja, het is ook een eer om dan het verhaal te mogen vastleggen. En als het dan zo goed gewaardeerd wordt en als de directeur van de Nederlandse Bank lovende woorden spreekt, als de burgemeester van Almelo lovende woorden spreekt en het zelfs een monument voor de toekomst noemt, ja, dan kan ik alleen maar blij zijn en trots dat het allemaal gelukt is.